Wat is er nou fijner dan een hechte familie? Het zijn de mensen met wie je alles in het leven deelt. We zijn nu op weg naar een vrouw die zo'n hechte familie heeft. Haar man heeft onze hulp ingeroepen om wel een hele bijzondere wens in vervulling te laten gaan. Vandaag verrassen we Karianne de Wit, lerares op deze basisschool in Leek. Sinds kort heeft ze een nieuwe rekenmethode en dat betekent drie dingen. Reflecteren, reflecteren en reflecteren. En natuurlijk alles documenteren. Omdat ze thuis geen plekje heeft om al dat extra werk te doen, zit er niets anders op dan dagelijks tot diep in de nacht op school te blijven. Nou, we zijn er. Hier woont ze. Nou, ik ben benieuwd. We gaan aanbellen. Karianne? Ja? Oh. Hallo? Hallo. Wij zijn van Hart in de School. Ja. Dat dacht ik al. Nou, misschien... Oh, rustig maar. Ja, we overvallen je natuurlijk een beetje. Het valt natuurlijk niet mee. Rustig maar even. Komt helemaal goed. Ja, hij gaat ook mee. Kom maar. Zo, nou, een beetje bijgekomen. Ja, ik schrok wel. Ja, maar je krijgt ook niet elke dag een camera voor je snuffelen. Nee. Dat snappen wij helemaal goed. Maar ik heb jou uitgelegd. Wij hebben een brief ontvangen. En dat is van je lieve man, Henk. Ja, ik zie al dat jou helemaal vol loopt. Nou ja, het is gewoon... Het is, op het ogenblik is het gewoon veel op school. Ik heb een duoklas, vind ik heel leuk. Maar het is een nieuwe rekenmethode. En je moet het je allemaal eigen maken. En je probeert gewoon bij te blijven. En gewoon veel te reflecteren en te professionaliseren. En je probeert het toch allemaal bij te houden. Ja, maar dat is ook allemaal veel te veel. Het is gewoon soms veel. En je wilt gewoon goed doen, ook voor die kinderen, weet je wel. Ja. En ze verdienen het gewoon. En het is gewoon aan het doen. Het is gewoon te veel, Karianne. Ja. Het is gewoon veel te veel. Wat jij nodig hebt, is een beetje tijd voor jezelf. Ruimte voor jezelf. Afgelopen week heeft ons team keihard gewerkt om die ruimte te geven. En daar gaan we nu naartoe. Goed, hè? Nou, daar gaan we dan. Ben je er klaar voor, Karianne? Doe je blinddoek maar af, want hier is je eigen kantoortje. Kom maar, kind. Ja, dat is helemaal voor jou. God, ze weet niet wat ze meemaakt. Kom weer de deur open. Kom maar binnen. Kijk, je eigen tafel, je eigen laptop, genoeg papier om op te printen, een heerlijke bureaustoel, ga maar zitten, een airconditioning. We hebben zelfs gedacht een eigen toilet. Je kan hier je potje koken, noem maar op. Je kan hier dagen in je eentje zitten, je kan alles bijwerken. Maar Karianne, dat is natuurlijk nog niet alles. Want hoe kun je ongestoord werken als je nog voor je kinderen en je man moet zorgen? En daarom worden die direct op het vliegtuig naar Ibiza gezet. Voor 3 weken lang. Je mag 3 weken lang ongestoord werken. Ik kan me voorstellen dat je meteen wil beginnen. Dus we laten haar lekker met rust. Oh, weer iemand blij gemaakt. Wat is dat toch leuk. Nou, mochten jullie thuis denken, ik heb ook een vriend, een vriendin of iemand die een klein setje in de rug nodig heeft, schrijf dan een brief naar Hart in de School en wie weet komen we u dan wel helpen. Tot ziens. Ik zou bijna mee willen gaan, zeg. Ja, waarom niet ook? Ga je gewoon lekker mee? Ja, gekheid, ik doe het.